We hebben hier een nieuwe stofvang staan om de stof uit de kippenstallen te halen. En dat wordt meestal aan het eind van de stal geplaatst. En we hebben enorm veel problemen met zowel met de stof als de veren van de kippen. De stof moet er eigenlijk uit. We willen daar ook nog in zoverre doen dat we dus gedeeltelijk van de ammoniak ook nog meepakken. Nadeel daarvan is dat het enorm groot moet zijn, omdat we met heel veel kubieke meters lucht te maken hebben. Nou, die hoeveelheid kubieke meters lucht zie je ook aan deze installatie, dat die diep gebouwd is met allemaal hoeken. Die kan 5000 kub per strekkende meter kan die aan. Dus we bouwen dat in units van 3 meter. Dus dat wil zeggen dat is 150.000 kub. De stof, het water, vieze water, wordt eigenlijk weer door een filter de stof eruit gehaald. Zo, op die manier hou je dus een dunne fractie, eigenlijk zuiver, bijna schoon water, over. En je houdt een dikke fractie over. Die dikke fractie kan eventueel weer op een droogvoerinstallatie. En dan kun je het ook meer pelleteren als pelletvorm nog weer afvoert. Dus dan heb je de hele cirkel eigenlijk een beetje rond. Nou, we hebben in Nederland een installatie, we zijn nu bezig in Zwitserland installatie te bouwen. En daar hebben we ook gedeeltelijk al dat we dat al pelleteren, zeg maar, in pelletvorm de mest te verwerken. Nou, en er is toch steeds meer vraag naar, want het brengt toch ook nog weer goed geld op, zeg maar. Het voordeel ten opzichte van de gewone luchtwasser is in feite zo dat we hier niet met de hoeveelheid weerstand hebben om het filterpakket. En ook daar de techniek te houden met pH-waarde, EC-waarde en dergelijke, dat is hier eigenlijk allemaal niet zozeer aan de orde. Hè? Geur is een heel groot probleem. Geur dat halen we hoofdzakelijk weg door de stof. Stof is een geurdrager. Dus als je de stof weghaalt, pak je ook een heel stuk van de geur al weg. We hebben dat hier niet zo gecertificeerd om te zeggen van, nou, hoeveel pak je daarmee? Nou, dat moet de toekomst uitwijzen, zeg maar. Die testfase zijn we allemaal voorbij. We zijn nu dus bezig om praktijk in te gaan en te zeggen, nou, nu kan dat uitgewerkt worden. Nou, ik merk ook hier op de beurs, maar ook door Nederlanders veel. En in België hetzelfde verhaal. Die zitten allemaal met dat probleem van die stofvang, hè, maar ook van die grootte met de kubieke meters lucht. En nou ja, daar hebben wij eigenlijk een duidelijk antwoord op kunnen krijgen en een goed systeem voor ontwikkeld. Dus, en die vragen in die landen, maar ik denk dat in alle landen, dat in de toekomst, ja, dat gaat meer en meer komen, zeker.